Helemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Fire Kanoe. En in deze video gaan we voor het eerst de game Watch Dogs spelen. Het is een Xbox One game en hij is gisteren uitgekomen. Helaas kon ik niet gisteren iets uploaden, want ik moest werken tot 11 uur 's avonds. En de volgende dag ook tot 5 uur. Dus dit is pas het eerste moment dat ik deze game daadwerkelijk kan gaan bewonderen. Watch Dogs is een open world game, net als GTA. Dus ik denk dat de meeste GTA-kijkers van mij deze game echt super awesome gaan vinden. En het is een game waar je alles kan hacken. Dit is de allereerste keer dat ik de singleplayer opstart. Ik heb me niet extreem diep in de game verdiept. Behalve dat ik dan vandaag even twee video's heb gekeken op het officiële YouTube kanaal van Watch Dogs. Om een beetje te verdiepen hoe het nou in elkaar zit. En laten we gelijk gaan beginnen. Laten we gelijk in de game duiken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben helemaal hyped. En ik heb er ontiegelijk veel zin in. Oké, zoals we zien, ik log in. Of iets dergelijks. Ze hebben wel een heel erg mooi shiny loading screen. En dit is de allereerste keer dat ik deze game speel. Dus waarschijnlijk maak ik nog wat foutjes. Misschien zeg ik dingen die niet helemaal kloppen. Maar ja, dat hoort erbij. Kijk, we zijn aan het connecten met de Ubisoft servers. Wat ik ook heb meegemaakt is dat je dus gelijk al in een singleplayer mensen tegen kan komen die je kunnen hacken en dergelijke. Maar misschien gebeurt dat straks in de video en dan laat ik dat weten. Deze video, ik ga proberen deze video tussen 30 minuten en een uur te maken. Zodat jullie een goede blik hebben op deze game. Zodat jullie weten hoe de game eruit ziet en of het de moeite waard is om te kopen. Ik speel op de Xbox One, dus misschien is hij op de Xbox 360 iets minder mooi, maar ja. Even kijken, daar gaan we. You're not connected to the Ubisoft servers. Would you like to connect? Nou, ik denk dat de servers misschien een beetje overbelast zijn. Dat zou wel eens kunnen. Natuurlijk, een game die net uit is. Oké, daar gaan we. We zien hier gelijk een hele mooie stad. Oké. We zien daar iemand lopen met een muts. Een vrouw. Ze heeft een telefoon in haar hand. Dit poppetje heb ik wel vaker gezien. Alright, let's do it. I'm hacking in. Je ziet op dit moment wat er allemaal gehackt kan worden volgens mij. Security camera's. Cash machines. Een router. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. De complete game draait om hacken. Nasty security system. How much we got? $100,000 in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians. Siphoning bank accounts out of thin air. Do you hear yourself? Je ziet laptops. What was that? I don't know. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Zoals je ziet zijn ze dus bezig met een grote bankhack. Alleen iemand anders die is het ook proberen te hacken. En dat is niet zo best. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnecting. Okay. De hack gaat helemaal fout. Het loopt uit de hand. En hij zet hem op een vlucht. Oké, de hack is mislukt zo te zien. En hij vlucht. Maar ik denk dat we nog wel genoeg hacken te zien krijgen in deze game. Maurice. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family. Oké, volgens mij kijken we nu naar een andere groep hackers die dus ruzie hebben met de andere hackers of iets dergelijks. Nope. Ask him, I'm good. You'll never hear from him again. Dit bedoel ik. Dat betekent gelijk waarschijnlijk dat ik een vijand heb. Ubisoft presents.
een Montreal production. Elf maanden later. En hier zie je de stad waar Watch Dogs zijn afspeelt. Het is namelijk de stad San Francisco. En voor de mensen die het niet kennen, het is een hele grote stad in Amerika. Nou, we kijken hier naar beveiligingsbeelden. En voor mij is dat Eden, of Aiden weer. Voor mij de hoofdpersoon van deze game. I don't know. Hit the family? Not a problem. Nope. Husky, I'm good. You'll never hear from him again. Dat gaat dus over hem. En waarschijnlijk is hij degene die dat gezegd heeft. En natuurlijk neemt Aiden dan payback. Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell your name. Lena. Lena Pierce. Lena Pierce. Zou die hem laten leven of niet? Dat is de vraag. I didn't know about any kids, alright? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys. I heard stories, man, they're like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk away from. Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone and they told me where to find you. That's all I know, man. That's all I know. Het lijkt erop dat er iets is voorgevallen. I don't know. Wat niet zo best is. Oké, okay, ik heb op dit moment heb ik de controller. Sorry. Hold alt LT to aim. En shoot. Dus ik moet hem uitschakelen. Dus het is gelijk een heftig begin. Oh nee, er zat geen kogel in mijn clip. Dus hij heeft het overleefd. En dat waarschijnlijk om hem bang te maken. Een honkbalknuppel pakken is nou niet zo'n goed idee. Dus ik druk B en ik map hem neer. Je moet niet proberen mij aan te vallen. Helemaal niet als ik net een je geprobeerd hebt te killen, maar je hebt geluk dat er geen ammo in mijn wapen zat. Dat is niet zo handig. En daar lig je dan. Niet zo best. Ik zie daar ook een telefoon knipperen. Ik neem aan dat ik die moet oppakken. En ik moet de telefoon hacken met X. Hij was dus blijkbaar aan de telefoon. Op het moment dat ik achter hem aan zat. Nou ja, ik heb de eerste achievement geunlocked en die heet Hello World. Dus dat betekent dat ik nu echt in de game zit. Ik heb de controle over dit poppetje. Mijn poppetje heet Aiden. En dat is denk ik het hoofdpersoon uit deze game. Nee, we moeten natuurlijk wat van die standaard dingetjes doen aan het begin. Where the hell you been? What? Ik weet niet wie dit is. Oh, dat is mijn compagnon als het goed is in deze game. Dat is mijn hulpje om het smerige werk op te knappen. En hij heeft mij op dit moment dus gelukkig gered. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Nice shot. Wat hij hier natuurlijk nu doet, is er om ervoor te zorgen dat de politie niks heeft gemerkt. Glad you asked. Okay, we got a bunch wat hier gebeurd is. We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did? Oh, yeah. True story. So, cops arrive and Maurice's little band of brothers arrive. Dit bedoel ik. Jordy, tell me heel slim gedaan. No, I called them too. Maar tegelijkertijd betekent dat hun wel echt heel snel weg moeten wezen nu, want anders zit de politie natuurlijk achter hun aan. You'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops.
I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice? What do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Er zit wel allemaal bloed op je hand. Dat is nog niet echt heel erg handig als de politie er zo aankomt. Chicago police! Oh shit. Oké, de politie is aanwezig. Oh, daar staat de politie. Die mag me natuurlijk niet zien. Maar wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat de politie mij niet ziet? Zoals ik linksboven in beeld sta, staat Reach. Nog 39 meter. En ik zie daar een felle lamp. Ik weet niet of dat nou een... Wat is dat voor lamp? Is dat een lamp van een politieagent? Ik weet het niet. Ik neem de gok. Ik zie dat hier een politieagent loopt. Nee, dat is een lamp die daar gewoon staat. Ik kan hier koffer zoeken. De politieagent staat daar een beetje naar mij te kijken. En je kan op de minimap recht zien welke kant de politie heen kijkt. Dus als hij naar daarheen kijkt, dan moet ik een sprintje trekken. En gelijk weer even stoppen. Okay, die politie loopt uitgebreid de verdachte te zoeken. Hoe kan ik nu veilig wegkomen? Ik kan hem ook extracten. Ik kan daar misschien eens doen. De pitching machine. Ik probeer die machine te hacken. Ik weet niet hoe dat werkt. Even kijken. X. Er gebeurt niets bij die machine. Ik hoop dat ik daarmee de aandacht kan trekken van de twee politieagenten. Oké, hij heeft het in ieder geval gezien. Hij loopt de andere kant op te kijken, die politieagent. Dus ik denk dat het een mooi moment is om hierheen te vluchten. En op deze manier laat ik een beetje de hacking abilities zien in deze game. Het is natuurlijk de bedoeling dat je nu veilig wegkomt en je hack tools gebruikt. En het is natuurlijk de tutorial eigenlijk om te laten zien hoe je alles doet. Nou, met been moet je klimmen en dergelijke. Oké, de politie is daar nog heel stom aan het kijken. Ik ben ondertussen weggekomen. Ik kan ook de camera's hacken. En als ik dat doe, kan ik dus rondkijken naar wat er gebeurt. En via een camera kan ik ook weer andere camera's hacken. Ik kan ook inzoomen met camera's. Follow the data flow line to its source. Dus als het goed is, moet ik even om me heen kijken. Waar loopt een... Ja, hier, there we go. Hier loopt een kabel of een draad, zie je. En als je daar goed kijkt, zie je daar een camera. En die camera kan ik dan weer hacken via deze camera. En op die manier kan ik op plekjes kijken waar ik eigenlijk nog niet kan kijken, want mijn poppetje staat daar nog. En zoals je ziet, staat hier ook een aantal politieagenten. Dus dan weet ik al dat daar politieagenten zijn, dus daarvoor moet ik nog een camera hacken. En nu heb ik heel goed zicht op deze politieagenten. Maar op deze manier zou ik bijvoorbeeld ook weer iets kunnen hacken om hun af te leiden. Dus ik zit een beetje rond te kijken, wat is hier waarmee ik ze kan afleiden? Ik kan ze op deze manier goed zien. En zoals je ziet, je hebt een gunman, 1 streepje. En je hebt een veteran, 2 streepjes. Dus aan kan je zien wie gevaarlijker is, denk ik, en dergelijke. Het ziet er wel cool uit. Nou, die 2 politieagenten zijn achter de deur verdwenen. Ik zit een beetje te kijken. Ik zie daar iets staan. Daar staat hack. En daar is ook die kabel die ik moest volgen. Dus ik neem aan dat ik dat dingetje moet hacken. Oké. Okay. Reach the upper level. Dus ik heb nu iets gehackt. Ik neem aan dat ik nu weer terug moet naar mijn eigen poppetje, dus mijn B. En op deze manier heb ik de deur geopend. Oké. We zien daar een politieagentje staan. Daar moeten we natuurlijk ook wel mee. We kunnen misschien uitschakelen. Maar we kunnen het ook misschien op de sneaky manier doen. Oké, er staat er... use alert to distract the cop. Dus dat betekent dat ik iets moet zoeken waarmee ik de politie kan afleiden. Nou, ik zie daar iets staan. Press I electronic parts. Dus laat ik maar I indrukken. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik heb voor mij iets opgepakt. Electronic parts. Open met LB de weapon wheel. Oké, dit is de weapon wheel. Eigenlijk een beetje hetzelfde als in GTA. En ik pak nu een pistool. Of nee, ik moet de lure pakken. En die kan craften. Dus ik ben nu eens aan het maken. En ik neem aan dat ik nu iets maak wat misschien heel handig is. Oké, ik moet het die kant op gooien. Dus ik neem aan dat ik gewoon moet richten. Kijken. Ja, yeah, there we go. Ik heb het op de muur gegooid. En nu kan ik het attacken of extracten. En ik denk dat ik hem dan afleid of iets. Take the bait. Ja. Dan ga ik een random muziekje afspelen. Nou, die politieagent denkt waarschijnlijk, what the fuck is dit? Dus ik ren snel naar iets om dekking te zoeken. Ik moet snel hier achter duiken. Oh, kut. Hij denkt, what the fuck hoor ik?
Ik moet daar de roltrap op. Nou ja, hij blijft daar rustig aan die muur kijken, dus ik neem aan dat ik hier gewoon naar boven kan rennen. Als ik niet al te veel opval. Oké, ik ben hier bij mijn volgende checkpoint. Dus dat is een goed teken. Ik heb mijn checkpoint gehaald. Of nou ja, yeah, there we go. Oké. Okay. Nou moet ik niet meer bukken. Ik weet niet meer hoe sta ik normaal op. Met B, met A, nee. Ik weet niet of ik me al mag laten zien of niet. Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon naar buiten moet gaan zonder ze me in de gaten hebben. Ja, zoals je ziet, daar staat Reach, dus ik ren daarheen. Je ziet al een soort van icoontje staan met cover, waar ik eigenlijk richt. En op die manier ren ik daar gelijk heen. Oké, dit is dus gebeurd. Oh shit, hier zijn ook nog politie. Dat is niet zo mooi. Ze hebben alles afgesloten. Op dit moment ben ik aan het bellen met Bad Boy 17. Een hele sexy secret naam hoor, voor een hacker. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access point? Ik moet proberen zo snel dit stadion uit te komen. Op dit moment is er een grote wedstrijd bezig. Ik weet nog niet wat voor stadion het is. Find and hack the guard with the access code. Hier zit dus een guard die een access code heeft. Zoals je ziet, ik kan hem niet rechtstreeks hacken. Dus ik kan daar een camera hacken, zoals je ziet. En met die camera kan kijken. Aan het begin lijkt deze game misschien een beetje saai, maar geloof me, deze game wordt fucking bruut. Ik ga morgen ook live streamen, dus dat wordt nog veel cooler. Even kijken, hebben deze guards al een access code? Volgens mij niet. Dus maar even kijken of er iets anders is wat ik nog kan hacken hier in de buurt. Goed, ja, daar hangt ook een camera, dus met deze camera kan ik weer naar die camera toe. En heeft deze een access code? Nee, heeft deze een access code? Ja, die heeft een access code. Die is op dit moment aan bellen met zijn mobiel. En een mobiel kun je natuurlijk weer hacken. Hack into the stadium's network. Ik zie daar een kastje met draadjes. Dus ik neem aan dat dat het... Ja, there we go. We zitten nu in de serverruimte van het stadion. En het is nu eigenlijk voornamelijk om te laten zien hoe alles met het hacken werkt, denk ik. Het is natuurlijk een beetje een soort van tutorial missie, de eerste missie. Create a blackout. Oké, een blackout. Laten we dat even regelen. Blackout. Unlock skill to craft. Nou, laten we dat even doen. En nu kan ik ervoor zorgen dat een blackout gebeurt. Een blackout betekent waarschijnlijk dat stroom uitvalt. Ja. Nou, ik denk dat de fans niet zo blij zijn met dat de stroom uitgevallen is. Ik zie ook dat er van alles gebeurt. Dus het lijkt erop dat ik heb gezorgd voor een grote kortsluiting. Misschien is het een manier om juist makkelijker weg te komen. Ja, de deuren zijn open. Nou moet ik even voor zorgen dat ik hier wegkom zonder dat de politie mij ziet. Ze lopen allemaal die kant om te kijken. Dus ik weet niet of ik nou daar zo naar binnen moet rennen of niet. Misschien is er een andere manier om hier weg te komen. Ik weet het niet. Even goed om me heen kijken. Oké, die twee politieagenten lopen weg. Dus ik duik hier achter. Ik moet weg proberen te komen zonder dat ze mij zien. Oh shit. Dat scheelt niet veel tot bij mij bijna zag hier. Oké, ik moet daarheen. Richting de roltrap. Hier naar beneden, ren naar beneden. Oké, there we go. Oké, ik heb nu eindelijk de mogelijkheid om te rennen. Dus, daar gaan we. En als ik B indruk erbij, dan heb ik free run. Nou, het lijkt erop dat ik nu het stadion bijna uit ben. Ik blokkeer de deur met een honkbalknuppel. En... ja, wat ga ik doen? Ga ik nu een telefoontje plegen? Where are you, Jordy? Ik denk dat het niet werkt, want er is natuurlijk geen stroom. I'm allergic to cops. So is Maurice. But don't worry, I left you a present. Friend of a friend deals in pre-owned cars. Got a real beauty waiting for you in the garage across the street. Take it or leave it. I don't care. Gotta go. Nou, dat was Jordy Chin. Mijn compagnon. Die mij net geholpen heeft aan het begin van de game. En zo te zien is hij ook ontsnapt. Dus dat is een goed teken. Dus je ziet, ik kan nu niks hacken, want er is geen stroom. En ja, ik zou het ook niet leuk vinden als ik in een stadion was zonder stroom. Dat is niet zo best. Maar het is voor mij natuurlijk een ideaal moment om te ontsnappen in de chaos van deze blackout. Nou, ik ben buiten. Leave the police search area. Ik weet niet wat de police search area is. Het lijkt erop dat de stroom weer werkt in de stad. Dus nu moet ik maken dat ik zo snel mogelijk wegkom.
Ik zie allemaal rode stipjes op de map. Ik zie daar uitroeptekens. Dus ik denk dat ik het beste gewoon rustig hier weg kan lopen. Zonder ervoor te zorgen dat er al te veel chaos komt. En ja, dan ben ik denk ik ontsnapt van de eerste missie. Oké, ik kan hier ook al een traffic light hacken, zie ik. Ik weet niet hoe groot de police search area is. Ik zie daar nu een uitroeptekentje komen. Met een balkje, wat ik niet echt heel erg fijn vind. Kijk, we gaan even rennen. Ik moet echt wegkomen die politie, want ik zag er iets komen, een uitroepteken met een soort van randje eromheen, waardoor ze misschien konden zien. Maar het lijkt er wel op dat ze mij achterna zitten. Ik zie die stipjes steeds dichterbij komen. En ze zijn waarschijnlijk op zoek naar degene die ervoor heeft gezorgd dat er een blackout is gekomen. Of degene natuurlijk die moord heeft gepleegd. Ik weet niet hoe ver ik weg moet gaan, maar ik neem aan dat ik een stukje moet rennen. Oké, het lijkt erop dat ik hier al wat veiliger ben. Ik loop hier alleen in het midden op een snelweg. Wat misschien ook niet zo verstandig is. Ik weet niet of ik zomaar iemand uit zijn auto kan trekken of niet. Ik weet het niet. Kan dat? Enter the vehicle. Oké, het is dus net zo makkelijk als een GTA. Oké, ik heb nu iets unlocked. Dat is driving. Nou ja, hoe trek ik op? Hoe handbreken? Nou, het lijkt voor mij redelijk veel op hetgene van GTA. Het nadeel is dat er nu 112 is gebeld, hoor ik, omdat ik deze auto heb gejat. Dus ik ben nog niet helemaal vrij. Ik zie daar een of ander tekentje staan, een uitroeptekentje. Voor mij betekent dat dit dat ik de politie achter me aan heb. En dat is wat minder mooi. Wow, de auto's sturen wel een beetje raar. Ik kan de traffic lights hacken om voor chaos te zorgen. Dus laten we dat maar doen. Escape the police. Ik zie rechts onderin zie ik streepjes staan en een lijntje. Ik neem aan dat het te vergelijken is met de sterren in GTA. Ik probeer nog steeds weg te komen. De politie zit nog steeds achter me aan. Oh, ik wou met A slippen, maar dat is dus natuurlijk nu met B. Dus dat is even wennen. Ik zie een grote cirkel. En voor mij ben ik daar nu uit. Ik moet nu naar de hideout toe. En dat betekent dat ik dan helemaal weg gekomen van de politie. De politie is mij kwijt. Ik hoor hier voorrang te verlenen, maar nou ja, whatever. Crimineel geeft natuurlijk geen voorrang. Ik ga even kijken, is er een minimap? Ja, mijn back. En ik moet, even kijken, hier is iets aan de hand. Een CTOS Tower. Maar daar komen we later wel op terug. Ik moet hierheen. En dit is mijn objective. Ik kan er een waypoint heen zetten, zoals je ziet. Een mooie blauwe lijn, dus laat ik die gewoon netjes volgen. En ik denk dat ik dan vanzelf aankom op het punt waar ik veilig ben. En ik denk dat ik dan de eerste missie heb gecomplete. En voor de meeste mensen al best wel wat heb laten zien. Hoe dit allemaal zijn werk gaat. Mappen, GPS. Nou, dat heb ik zelf al uitgevonden, dus die hoef ik niet meer te lezen. Misschien moet ik wel een beetje opletten met mijn ruilstijl. Want als ik tegen mensen aanbeuk, misschien zijn ze dan niet zo blij en dan bellen ze de politie. Dat zouden ze in het echt ook doen. Nou, ik rij wel even hard door. Ik hou me niet helemaal aan de verkeersregels. Oh. Oké, het is echt... De graphics in deze game zijn echt ongelooflijk mooi. Moet ik toegeven. Het is natuurlijk een Xbox One game. Ik speel op de Xbox One. En ik heb tot nu toe nog niet echt heel erg veel Xbox One games gespeeld. Die ook echt gewoon grotendeels geoptimaliseerd zijn voor de next gen. Je hebt bijvoorbeeld een Call of Duty. Die kan je een beetje vergelijken met een... ja, met de Call of Duty op de Xbox 60. Dan zie je al een groot verschil. Ik zit eigenlijk heel lang te wachten op GTA 5 voor de Xbox One. Ik hoop dat het ooit uitkomt. En wat je daar heel erg ziet is dat gebouwen in de verte zeg maar nog een beetje wazig zijn. Nou ja, als je hier om je heen kijkt, je kan gewoon echt in de verte kijken. Je hebt gewoon niet dat er een of andere waas is of blokjes. Gebouwen in de verte zijn ook gebouwen in de verte. En dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. En grafisch ziet de game er ook best wel mooi uit. Maar eigenlijk gewoon echt heel mooi. En laten we gewoon in de tussentijd nog even het een en ander hacken. Gewoon omdat ik tegenkom, misschien op straat zie ik wat leuks. Traffic lights. Laat ik eens hacken, kijken wat er gebeurt. Nou ja, zoals je ziet, de stoplichten gaan op groen voor alle kanten. En ja, daar kan je natuurlijk redelijk wat chaos mee creëren. Auto's die op elkaar botsen en dergelijke. Een goede manier om iemand af te schudden die achter je aan zit. Oké, ik zie dat mijn reach point hier redelijk dichtbij is. En dit is mijn hideout. Ik ben hier bij de... Even kijken, het... Owl Motel, oftewel het Uilen Motel, oftewel een wannabe hotel motel. Oké, staat hier ook iets op de grond, een ding die kan hacken en dan ontploft er iets. Dat is ook waarschijnlijk dingetjes om
politie of mensen waar ik nou niet zoveel zin in heb dat die achter me aan zitten van me af te schudden. Ik stap uit met ei. Ik denk dat ik maar niet dat ding ga laten ontploffen, want ik denk dat ik voor iets te veel chaos zorg dan. Oké, ik ren hier dus niet met tappen met A, maar ik moet mijn rechter trigger in drukken voor de mensen die dat altijd graag willen weten wat de controls zijn. Ik ben hier bijna bij mijn hideout en ik denk dat ik dan wel veilig ben. Ik hoor iets te gebeuren buiten. Voor mij hoor ik vuurwerk of wordt geschoten. Misschien dat het stadion de finale bezig is. Maar we lopen hier een gebouw in met allemaal computers, zie ik al. Echt een hackershol. Luistert iets af. Een gesprek zie ik. Er stond Carl. Why are you sitting here? He's coming, right? Not like last time. Ik zit nu te kijken naar camerabeelden van een, misschien een verborgen camera of een camera in een huis. Ik zie een jong jochie. Ik hoop niet dat het over mij gaat. Want ik ben een heel aardig persoon, echt waar. Ik zie allemaal draadjes en een vraagteken. Ik denk dat we erachter moeten komen wat dat vraagteken is, maar wat zou dat toch zijn? Oké, hij slaat heel erg hard op dat vraagteken. Ik weet niet wat daar nou zo bijzonder aan is. Is hij dat vraagteken? Is het iemand die ze zoeken? Reach your hideout is complete. Ik zie daar ook een kindje staan met een beertje. Dat beertje heb ik eerder gezien. In die tunnel. Het is Bad Boy 17 weer. Oké, hij is druk bezig met iets nieuws te hacken. Ik heb een skill point gekregen. En ik kan mijn skill tree openen met pijltje omhoog. Dus laten we dat maar doen. Oké. Eens even kijken waar ik mijn skill point in kan zetten. Ik heb 1 skill point. Even kijken hoe ik dingen kan selecteren. Ik kan nog niks selecteren. Ik kan gewoon nu alleen aandrukken. En ik kan mijn skill point stoppen in dingen waar ik denk ik mee kan hacken. Eigenlijk is het de hacking tree. Als eerst zie ik een soort van stoplicht staan. En daarna zie ik staan gates en garage. Dus ik neem aan dat ik hacken en garage open kan maken. En links onder in beeld zie je een klein filmpje. En dan zie je staan wat je daarmee kan doen. Zoals je ziet, je doet de garage open. En hier doe ik een hack open. Dus dit is een van mijn nieuwe abilities. Verder zie ik ook nog paaltjes staan. Spikes, een helikopter, voor mij een brug, een ding dat ontploft in deze tree. En aan de andere tree staat ook nog van alles, zoals een metro en een soort van telefoontje met een radar of een wifi signaal en een stroomtekentje. Ik zie van alles, dus laten we nu eerst beginnen met mijn eerste skill point en die zetten we in gates en garages, oftewel hacken en garages. Are you sure? I'm sure. Accept. En op dit moment heb ik mijn eerste skill point ingezet. En ik krijg gelijk 5 nieuwe skill points. Dus nu kan ik kiezen wat ik wil. En ik zie ook staan dat ik nu LB en RB kan drukken. Als ik naar links ga, kan ik mijn driving tree zien. Ik heb zelfs nog een crafting item tree. Ik heb nog een combat tree. En dan ben ik weer terug bij mijn hacking tree. Dus je kan in van alles kan je dingetjes stoppen. En dat is hartstikke leuk. Voor deze video doe ik dat even kort. Ik denk dat ik me niet echt alles uitgebreid langs ga. Of ja, waarom niet? Weet je, ik heb alle tijd in zo'n video. Laten we even de trees langs gaan en de dingetjes die je kan zien. Hacking tree. De tree waar wij net in zaten. Ik heb hier de stoplichten. Daarna heb ik de garages, zoals je ziet. Ik heb hier ook iets. Ik kan hier de bridges mee openen. En als ik naar beneden ga, kan ik blokkers doen. En blokkers zijn paaltjes. Om bijvoorbeeld politie kwijt te raken. Dan hebben we hier iets. Dat zijn spikes om je banden lek te laten gaan, volgens mij. Nee, een slagboom gaat er naar beneden. Ja, om je banden lek te laten gaan, inderdaad. Dan hebben we hier nog een helikoptertje. Disable helikopter. Oké, je kan ook een helikopter hacken. Ja, dan heb je echt een probleem als je in de helikopter zit. En je hebt nog iets, en dat is disable een helikopter. Dat is dan een helikopter soort van... Oh, dit is voor 15 seconden en dat is voor 30 seconden. Dat is natuurlijk handig als je politie achter je aan hebt. Wat hebben we hier nog meer? Hacking utilities.
Old X to Overload, Building Utility Structure. Oké, dan kan je gebouwen dingen laten ontploffen. Een L-train control. Hiermee kan ik volgens mij ontsnappen in een trein. Oké. Transformers. We kijken gewoon even het filmpje wat er gebeurt. Inderdaad, kan ook weer iets laten ontploffen. Oftewel transformators, huisjes of iets dergelijks. Voor het stroom kan je daarmee laten ontploffen. En dan kan je mensen mee uitschakelen of politie. Disrupt enemies. Hacken enemies, stun him. Oké. En wat hebben we hier nog? Disable reinforcement calls. Dus waarschijnlijk mensen die mij doorhebben en bijvoorbeeld de politie willen bellen. Dan hebben we nog veel meer in de hacking tree. Hacker toolkit. Het heeft te maken met... Oh, die heb ik standaard. Extra battery. Battery waarschijnlijk kan iets van een batterij leeg gaan. Nog een extra batterij. Nog een extra batterij. Anders moet ik waarschijnlijk mijn batterij opladen of een nieuwe batterij zoeken elke keer. Ik weet het niet. Increase amount of money. By hacking bank accounts. Dit gaat ook over het hacken van bank accounts en ATM machines volgens mij. Wat hebben we hier? ATM hack boost. Oké, dus het gaat voornamelijk om geldautomaten te hacken. We hebben hier de driving tree. En defensive driver. Dan krijg je minder damage van botsingen. Of road driver. Dan improve my handling op gras en dirt. Even kijken, wat is dit? Cause more collision damage. Als ik tegen mensen aanbod dat een auto meer beschadigd wordt. Handig als je politie achter je aan hebt, denk ik. Precision driver. Oké, tires have lower chance of blowouts. Ik neem aan dat mijn banden dan minder snel opgeblazen worden. Misschien geldt het ook voor die spikes als ik overheen rijd. Of misschien is dat voornamelijk door het slippen. Want door slippen gaan je banden meestal ook redelijk kapot. Escape artist. Dan kan ik me verstoppen in auto's. Items craften. Nou, lure hebben we natuurlijk net al gezien in mijn... enigszins gezien... In de eerste missie, omdat het natuurlijk een tutorial missie is. Maar daarbij kan je nog veel meer dingen doen. Lure, zeg maar, om mensen af te leiden. Focus boost. Focus is dat je in slow motion enemies kan neerschieten. Frag grenade. Dat is natuurlijk al handig om een granaatje te gooien. We hebben hier ook nog IED's die we kunnen plaatsen. En een proximity IED. Dus... Dat is een IED die afgaat als er een enemy langs loopt. Gemcoms. Very popular app. Zorgt ervoor dat telefoons uitvallen en dergelijke. Scramble cop scans. Ja, oftewel een soort van radar. Blackout. Kan je dus de city in het donker laten gaan. Oftewel het stroom valt uit. Dan gaat natuurlijk alles uit. De lampen van gebouwen. De straatlantaarn. Stoplichten. Nou, oftewel ultieme chaos. Een CTSO scan. En die kan gebruikt worden om enemies te zien. Oftewel, dat is eigenlijk gewoon een soort van UIV. Dit is de hacking tree, daar waren we al. Dit is de crafting tree. De driving tree hebben we ook gehad. Hebben we nog de combat tree, die hebben we nog niet gehad. Laten we beginnen bij de bovenste. Wat is dit? Quick switch, increase the weapon switching time. Increase fire rate. Of semi-automatic pistols. Shotgun expert, increase shotgun damage. Against vehicles, oftewel dan kan je een voertuig lekker snel mee uitschakelen. Auto weapon expert. Increase burst precision with all automatic weapons. Sniper rifle experts. Increase scope steadiness for snipers. Dus je kan echt je game helemaal zelf bepalen hoe jij deze game wil uit gaan spelen. En of je voornamelijk gaat focussen op het hacken. Voornamelijk gaat focussen op het neerschieten van mensen. Maar ik denk dat je het een beetje moet gaan verspreiden aan het begin natuurlijk. Maar wat hebben we nog meer? Dit is Focus. Focus is de slow motion shizzle. Waar ik het net over had. Even kijken wat hier staat. Stealth sprint, sprinting. Oké, in ieder geval een reduced radius. Sprinting has reduced detection radius. Oftewel als je rent, dan valt het waarschijnlijk snel op bij enemies dat jij langs rent. Dat ze je horen of iets dergelijks. En nu hebben ze je minder snel door. Critical focus. Dat is iets als je leven heel erg laag is, dat je dan zeg maar nog een focus krijgt volgens mij. Het kan zijn dat ik dingen fout zeg, want het gaat natuurlijk een beetje snel doorheen. Increase focus duration, zeg maar dat je langer focus hebt. Focus is zeg maar dat je even de game kan vertragen om bijvoorbeeld snel een bochtje te kan maken. Er was
dat heb je ook in GTA 5, kan ik me herinneren. Ik weet alleen even niet meer wie het was. Maar voor mij had je daar ook een soort van focus. Alleen dan was het los. Bijvoorbeeld schieten was bij bijvoorbeeld... voor mij bij Franklin. Driving was bij Trevor. Driving was bij... ik ben even zijn naam kwijt. Bij Franklin. Nee, niet bij Franklin. Die donkere dude. Ik ben even zijn naam kwijt. En bij Trevor had je dan dat je extra sterk werd. Even kijken, we gaan hier verder. We hebben hier... Ik moet nou even weten. Franklin, Trevor en Michael. Het was wel Franklin en Michael is natuurlijk degene waar ik altijd mee speelde. In mijn video's met zelfverzonnen missies. Slower focus. Time moves slower when focus. Oftewel, je gaat nog iets meer slow motion. En we hebben hier nog iets. En dat is... Maximize focus. Increase social focus duration. We hebben hier quick switch... Increase weapon switch speed. Waar heb ik die net al... shotgun ding, die hebben we net al besproken, sorry. We hebben hier nog iets met steady aim. Lijkt een beetje op de perk uit Call of Duty. Decrease weapon recoil while firing any weapon. Op zich redelijk logisch, oftewel je wapen gaat minder omhoog als je schiet. Bullet resistance. Zorgt ervoor dat je minder damage krijgt als je geraakt wordt. Oftewel een soort van kogelvestje. Voor mij is dit blast precision. Oké, in ieder geval als je door granaten wordt geraakt of ontploffingen. En rapid reload, oftewel quick. Ik ben even de perk kwijt, maar in ieder geval is je sneller reload. Demolitionist, increased amount of carried explosive. Oftewel krijg ik meer granaten bij je hebben, expert. Demo man. Increased the amount of carried explosive. Oftewel je kan meer granaten bij je hebben. Enforcers combat, takedown. Takedown, enforcers in combat. Even nog het filmpje bekijken linksonder in beeld. Je kan. Gastjes aanvallen. Even kijken. Ja, dat is zeker heel handig. Om stealth iemand te vermoorden. Maar ik mag nu 5 punten gaan besteden aan deze dingetjes. Dus waar ze het instoppen. Ik denk dat ik het aan het begin maar een beetje ga stoppen in hacken. Ik vind hacken gewoon dat wel vet. Of trein. Ik zit een beetje te twijfelen. Je hebt zoveel mogelijkheden om in te zetten. Maar wat is nou belangrijk? Dit is voornamelijk om geld te hebben. Dus als je er weinig geld hebt, moet ik daar maar eens iets in stoppen. Ik denk dat ik maar eerst even iets ga stoppen in het vluchten. Terwijl ik stop een skill point in de blokkers. En dan laten we de brug even tot hoe ver het is. Combat is misschien heel erg handig. Even kijken. Focus is denk ik wel een dingetje wat misschien wel heel handig kan zijn aan het begin van de game. Increase focus duration of zullen we kiezen voor stealth spray? Ik ga voor de focus. Kan ik die kiezen? Nee, die kan ik nog niet kiezen. Want ik heb hier eerst focus zelf voor nodig. Dus die kiezen we dan maar. Focus is natuurlijk belangrijk. Dus even kijken of het niet handig is om gewoon eerst overal de begindingetje te kopen. Increase weapons. Nou ja, dat is nog niet heel belangrijk. Steady aim vind ik wel belangrijk. Wat willen we nog meer? Een frag grenade is natuurlijk altijd handig om te hebben. Focus boost. Lure heb ik al. Hier moet ik iets met tier 2 upgrades hebben. En zoals je ziet heb ik dus skill tree in 4 vakken gedeeld. Sommige hebben iets meer dingetjes als andere, zoals je ziet. Het is verdeeld in, wat is het? Ik kan tank. Ja, 1/3 zit het in combat. 1/3 zit in hacking. En de andere 1/3 is opgedeeld in de helft daarvan. En dat is driving en crafting items. Ik heb nog 1 skill point over. En waar gaan we die instoppen? Dat weet ik nog niet helemaal. Ik zit even te kijken. Driving. Even kijken. Dus automatic disable vehicle alarms. En unlock doors. Ik denk dat dat redelijk belangrijk is. Voor het begin. Ik heb op dit moment al mijn points ingezet. Gaan we even kijken wat hier de bedoeling is. In dit huis. En ik denk dat we daarna maar... dit een beetje gaan afronden, deze video. Ik heb hier eigenlijk al best wel veel laten zien. Ik ga hierna gelijk natuurlijk nog een video opnemen. En die gaat natuurlijk allebei vannacht in de render. Want ja, ik wil natuurlijk de game zelf ook zo heel erg veel gaan spelen. Ik hoop alleen dat ik... dat is natuurlijk een lastig dingetje. Ik wil natuurlijk deze game natuurlijk nu als een gek gaan lopen spelen. Maar deze video moet natuurlijk ook zo snel mogelijk online. Want jullie hebben wel lang genoeg gewacht. Even kijken, rest system. Use your hideouts. Oké, hier kan ik dus uitrusten.
Ik kan hier de tijd van de dag naar voren laten gaan. Ik kan hier mijn focus weer vol laten lopen. Ik kan hier mijn game saven. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je naar huis kan van GTA. Je kan hier je heatmeter resetten. En je heatmeter is gewoon letterlijk je sterretjes uit GTA. Alleen, dat is niet mogelijk allemaal onder een missie. Maar dat is redelijk begrijpelijk. Ja, eens even kijken wat ze hier allemaal in mijn kamer te doen. En ik licht hier van alles. Ik kan dit hacken. Een iOS ding. Crafting component. Oké. Eens even kijken wat hier is. Intercept audio log. Knip het. Dus misschien is het wel interessant. En misschien is het wel een hint voor mijn volgende missie. Ik weet het niet. Maurice Vega. Misschien horen we daar nog wel vaker van in deze singleplayer. We onthouden de naam. Ik kan hier het bed gebruiken. Om mijn eerste safe te zetten. Ik heb even kijken wat dit is. Electronic part. Met ijzer. Dus even kijken wat het is. Nou, het is gewoon handig om op te pakken. Ik denk dat het wel handig is voor dingetjes. We hebben hier een mooie magnetron. Nou, oftewel jongens. Dit is Show My Crib. Dit is mijn nieuwe huisje. Wat is dit? Chemical component. Misschien kan ik daar later wel een bom mee maken of zo. Laat ik het oppakken. Ik weet niet wat hier staat. Een steenbol. Chemical component. Ik weet niet of het zo handig is om dat allemaal in mijn broekzak te stoppen. Maar ja. Kijk, hier is mijn kledingkamer. Ik kan het zelfs opklimmen. Dat is wel grappig, maar niet echt nodig. En eens even kijken. Heb ik al nieuwe kleren? Nee, ik heb nog geen nieuwe kleren. Misschien krijg je die in de loop van de game. Misschien kan ik die kopen voor echt geld. Ik weet dat niet. In ieder geval, ik vind het bord wel heel interessant om even een kijkje naar te nemen. Ik pak even mijn pistool om een beetje te richten. Er staan hier van allemaal personen op. Maar toch... Oh, wacht even. Ik sta hiervoor en ik denk, wat is dat nou? Maar dit is gewoon een beamer. Een projector. Ik zie daar een kindje met een beer. Ik zie daar die vriend van mij. Die weer gelinkt is aan dit gebouw. En dit gebouw is weer gelinkt aan hun. Misschien dat we hier al een beetje een stukje van het verhaal uithalen. Ik weet het niet. Maar dat kindje met dat beertje... Dat beertje heb ik gezien in de intro die ik ongeveer een half uur, ik weet niet eens hoe lang ik al deze video aan het maken ben, heb gezien in die tunnel. En toevallig, moet ik eerlijk toegeven, heb ik ook al een paar livestreams gekeken van Nederlandse gamebedrijven. En daar heb ik heel kort naar gekeken, niet zo heel lang, toen was de stream alweer voorbij. En toen heb ik ook gezien dat de game, dat je bepaalde plekjes kan gaan en dan kan je een tragical event terugzien. En dat draait allemaal om een tunnel en daar is iets heel ergs gebeurd. Maar dat zullen we wel zien in mijn volgende video's. Ik ga in ieder geval deze video hierna gelijk in upload zetten en render. Helaas kan ik dezelfde dan de game even niet spelen. Maar daarna ga ik de game uitgebreid spelen als de video op YouTube staat natuurlijk. En dan ga ik achter elkaar opnemen. En dan vannacht render ik een shitload aan content uit. Met de eerste 5-6 missies. En die ga ik morgen over de hele dag uploaden. Zodat jullie niks hebben gemist. Het zijn misschien wel spoilers, dus als je de game zelf gaat kopen... Nou ja, waarschijnlijk als je de game al hebt gekocht, dan zit je daar waarschijnlijk door. Dan heb je dat waarschijnlijk al gespeeld. Maar misschien is het gewoon leuk om mijn super sexy commentaar aan te luisteren de hele tijd. Ik denk dat ik maar het bedje induik. Morgen ben ik ook van plan om te livestreamen. Dus ik heb een aantal video's van de eerste paar missies. Daarna gaat er een deel van die missies sla ik dus over en die zit in mijn livestream. Mijn livestream komt op Twitch. Maar ik maak daar nog een promootje van als ik live ga. En als het goed is hebben jullie morgen allemaal vrij. Nou ja, niet iedereen, maar veel mensen hebben dan vrij. En dan kan je lekker mijn sexy livestream kijken. En ik denk dat dat in de avond gaat worden. Even kijken, ik kan hier een alarmklok zetten. En dat is iets wat ik nog nooit gezien heb eigenlijk. Het is net als in GTA, je kan slapen om te saven volgens mij. Maar je kan hier gewoon de tijd kiezen. En dat vind ik best wel vet. En daar zou waarschijnlijk wel een reden voor zijn, maar dan komen we later in de game wel achter. Change value. Oké, R, dat is mijn rechter sticky. Ik vind het wel mooi om, om een uur of 8 morgenochtend wakker te worden. En dan mijn nieuwe video te starten met een mooie zonsopkomst. In deze mooie stad. En het was... Welke stad was het ook alweer? Ik ben vergeten welke stad het is. Dat is niet zo handig. Maar dan kom ik vanzelf wel binnenkort op in mijn volgende video's. San Francisco, dat was het. Oké, jongens, iedereen bedankt voor het kijken. Ik ga nu slapen. En ik neem aan dat dit een safe moment is... En dat ik mijn eerste safe zet. En kijk, hier krijgen we dat filmpje weer. Nu moeten we even goed kijken. Hij slaapt, hij heeft een droom, een nachtmerrie. En ik hoor dat kindje. Ik zie een tunnel.
You're the boss. Okay, you're the boss. We'll go to ik zie dat teddybeertje weer. Zie je, het heeft toch iets ermee te maken? En ik heb het gevoel dat hier iets dramatisch gaat gebeuren in deze tunnel. En daarom heeft hij nu een nachtmerrie. Hij zit in de tunnel. Er rijdt een grote vrachtauto. Er rijdt iemand op een motor. En die kijkt de auto in. Dat is al een beetje verdacht. Er zit daar een kindje. Ik zie een pistool. Hij schiet op een auto. Oh, ik bedoel op het wiel. De auto crasht. De teddybeer ligt op de straat. En ik zie een bordje. Lena Peirce, als ik het goed uitspreek. En die is overleden op oktober 26. En hij is, wat stond er, 6 jaar of 8 jaar geworden. En dat is dus een nachtmerrie. Oftewel, er is iets dramatisch gebeurd. En voor mij was dat zijn neefje of iets dergelijks. En dat zou waarschijnlijk een belangrijk element zijn van deze storyline. Zie je, het was een nachtmerrie. Ik vind het eigenlijk best wel heftig. Het is wel erg om zoiets te zien in een game. Toch, een game kan je toch wel... Ja, dat kun je toch wel grijpen. Helemaal als er dan zo'n treurig muziekje bij is. Mijn vraag is, heb ik nou een save gemaakt? Dat weet ik nog niet. Kan ik hier saven? Moet ik iets anders doen? Ik wil even voor de zekerheid nu een save maken. Dat ik niet straks alles overnieuw moet doen. Ik heb hier een resume mission staan. En alles. Is er iets waar ik heen moet? Een rest. Het is vooral om te rusten. Ik denk dat het al gesaved is. Op de Xbox 360 krijg je altijd zo'n melding van waar wil je saven? Op de Xbox One is dat voor mij niet echt zo. En ik denk niet dat je op de wc-pot moet gaan zitten om te saven. Dus ik loop naar de uitgang. Er staat exit your motel room. En dan passeren we de game even. En dan ga ik als gek aan de edit. En ik hoop dat jullie deze game dan nog 's avonds kunnen zien. Oké, hier gebeurt iets heel speciaals. Maar ik vind het een mooi moment om even de game te pauzeren. En voor mij eventjes een break te nemen. Zoals je ziet, reload, last, autosave. Er is een save gemaakt. Waarschijnlijk in het huis of bij het checkpoint. Iedereen, bedankt voor het kijken voor de eerste missie van deze super nieuwe awesome game Watch Dogs. Waar waarschijnlijk nog heel veel video's over gaan komen. En wat waarschijnlijk tijdelijk, of misschien wel voor een tijdje, de vervanging gaat zijn van GTA 5 op mijn kanaal. Mochten jullie echt nog heel graag GTA 5 willen zien met mezelf verzonnen missies, stuur nog steeds missies in. Want ik denk dat ik natuurlijk gewoon nog een videootje blijf maken per week van GTA. Ik denk dat voorlopig mijn tijd in deze game gaat zitten. En ja... Iedereen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer maar weer. En tot morgen. Laters.